te veel van deze thee gaat over het vervangen van de koppakking. Je kunt wel zien waarom. We beginnen met het verwijderen van de twee voorschermen, de radiator. Voor die tijd tappen we het water even af. We halen de tunnel weg en dit om er allemaal om er makkelijker bij te kunnen komen. Voor deze handelingen kun je aparte filmpjes vinden op onze website DSTT. Maak de accupolen los. Eerst de minpool, daarna de plus. Ga even voorzichtig de slang losmaken. Voor dit klusje is het handig om een ringratel nummer 11 te hebben. Ik draai hem nu even door de slip van de V-snaren rond, zodat ik ook bij dit laatste boutje kan komen. Het lossen van deze bout hier en deze die hier vrij diep weg zit, kunnen we zo de dynamo kantelen en daardoor de spanning van de V-snaren afhalen. De achterste bout heb ik eruit gedraaid. De voorste hoeft maar een paar slagen los, want er zit een sleufgat. En hierachter zit een kabeltje en dat is ook losgehaald. Dan kan nu de dynamo eruit. We gaan nu de kop zoveel mogelijk vrijmaken door het verwijderen van deze stang, de bedrading die er naartoe gaat en nog wat zaken die hier omheen. Pak zo. Dit klemmetje voor de startkabel halen we weg. In deze stop, in deze plek, zit bij sommige auto's de temperatuursensor. Als dat zo is, moet je daar natuurlijk ook het draadje loshalen. Deze slang die moet hier los. En ik haal eigenlijk gelijk even alles weg, omdat we er anders straks last van hebben. Ik ga nu de bougiekabels eraf halen. Het gasmengstuk gaan we er nu afhalen met de slang en al. Zo. Met deze twee haal ik de showkabel los. Ik ga nu de gasstang verwijderen door onder andere dit moertje los te halen. Er zijn er twee. Hier zitten er ook twee. En aan deze kant, zodat we het eruit halen. Het is een beetje een lastig Frimo-klusje. Deze twee veren die we nu weg gaan halen, zorgen ervoor dat je gaspedaal hoog blijft staan. Ik maak nu de gasbedieningsstang los. Door dit moertje hierboven eraf te halen. Hier zit de sensor voor de watertemperatuurwaarschuwing. En die zit met een draadje hier naar onder toe waar een stekkertje zit. Dus die kunnen we zo loshalen. We hebben nu bijna alles los. Alleen de goede kijker heeft gezien dat er nog één slang vast zit. En dat is de benzineslang. Hier zit nog een steuntje. De waterslang van de slang van de waterpomp moet er nog af. Nu heb ik genoeg ruimte om deze slang ertussenuit te friemelen. Ik ben nu de slang die aan de kachel vast zit even aan het weghalen. Loshalen, zodat we die in zijn geheel eruit kunnen halen. Op dit verdeelstuk zit nog een slang. Die loopt naar de verdamper toe. Die moet ook even weg. Het verdeelstuk is er nu helemaal uit. Wat er nu nog los moet, is de aansluiting van het uitlaatspruitstuk naar de vlampijp. Dat is een wat vervelend klusje. Dat gaat ook even wat tijd in beslag nemen. Boner. De voorste twee tapeinden zijn afgebroken. Dit is het borgmoertje wat je hier ziet. Dus als straks alles eruit is, moeten we die twee gaan repareren. Voor het achterste moertje maken we even wat meer ruimte en halen we deze bol even weg. Het systeem is drukloos gemaakt. En deze is er wat vaker af geweest. Ook het achterste boutje is afgebroken. We gaan nu de auto weer omhoog brengen. Zodat we de vlampijp iets kunnen laten zakken. Het boutje wat hier zit halen we nu los om de vlampijp te kunnen laten zakken. En een beetje geweld is deze nu ook losgemaakt. Wat we nu nog moeten doen is het water van het blok aftappen en dat doen we door deze zeskant hier los te halen.
De leiding die je hier ziet, zorgt voor de smering van de kop. En die moeten we loshalen door dit banjo-boutje eruit te halen. We gaan nu de kleppendeksel eraf halen. We gaan nu de kopbouten losmaken. Dat zijn deze. Er zijn er in totaal 15. Hier en deze. En wat we gaan doen is van buiten naar binnen kruislinks losmaken. In omgekeerde volgorde zoals ze straks weer aangetrokken moeten worden. Deze bout die kan er niet zomaar uit. En daarom zit hier een dop in het schutbord. Die gaan we nu eerst even weghalen. Het is de vaste, meest vaste tot nu toe. Deze is wel heel erg aangetast. Zat ontzettend strak en was ook moeilijk eruit te draaien. Het boeltje is los en we halen het er nu af. Ik maak de uitlaat tuimelaarassen los. Voordat we de kop eraf halen, halen we de klepstoters er nog even uit. En nou kan de kop eraf. Moet je altijd even een beetje voorzichtig doen. Niet rechtstandig naar boven, want dan loop je het risico dat je de bussen lostrekt. Dus je moet hem een beetje kantelen aan één kant. Jouw kant. Een beetje zo kantelend frikkend eraf. Zo, daar komt hij. Hier kun je zien dat de verbranding doorgeslagen is, als ik het zo zou mogen zeggen. Hier zie je nog het randje metaal. Hier ook een heel klein randje metaal, dus hier is het ook al niet helemaal jovel meer. En deze zijn redelijk oké. In deze cilinder kun je ook zien dat er koelvloeistof ingekomen is. Schoner dan de andere drie. Als je hierin kijkt, dan zie je dat er de hoongroeven nog zichtbaar zijn. En als we hier voelen, voelen we geen, noemenswaardig, of geen randje, richteltje. Dat betekent dus dat hier geen overmatige slijtage plaats heeft gevonden. We gaan nu één voor één de stoterbussen eruit halen en even kijken of die erg ingesleten zijn. Simpelweg je vinger erin. Dat ziet er nog mooi uit. Zo gaan we het rijtje af. Ook deze ziet er mooi uit. Ja. Let op dat je de stoterbussen op volgorde houdt. Deze is erg beschadigd en moeten we gaan vervangen. Hoe komt dit nou, deze beschadiging? Dat ga ik proberen uit te leggen. Deze nok zit zo hierin. Hier draait de nokas onder. Die drukt hem omhoog. De nokas gaat door. En deze gaat iets trager naar beneden. Het kan voorkomen dan dat de nokas wegdraait. Waardoor je even een klein soort van vacuüm eronder krijgt. Heb je nu vocht in je olie zitten, dan ontstaat daar een klein ontploffingje. En door dat ontploffingje slaat hier een stukje van het geharde metaal weg. Als dit doorzet, dan wordt dit zo ruw dat je nok en as daar eigenlijk van beschadigd van gaat raken. En daardoor gaan we deze vervangen. Wat we nu gaan doen is dit hele oppervlak nog schoonmaken. Dus alle pakkingresten heel voorzichtig verwijderen. Daarna straks met een schuurpapiertje mooi opschuren, dat het helemaal mooi blank metaal is. We gaan door alle tapgaten van de kopbouten gaan we even een tap doorheen halen om te zorgen dat het goed schoon is. Waar we heel erg voor op moeten letten is dat in dit gedeelte en in dit gedeelte, in het oliegedeelte van de machine, van de motor, dat daar geen vuil in gaat komen. Het ergste wat ons nu zou kunnen overkomen is dat we door de motor te draaien, te bewegen, deze bussen omhoog gaan komen, de cilinderbussen. Onder deze bussen zit een papieren pakking en als deze bus omhoog zou komen, dan gaat die pakking stuk en moet het hele blok uit elkaar. Wat we daarvoor gaan doen is M10 bout met een flinke ring in deze gaten draaien, waardoor we de bussen fixeren op deze manier.
Met deze twee buitenste zijn de bussen eigenlijk allemaal al geborgd. We pakken er twee per bout. Deze is als extra. En als we straks aan het werk gaan, zullen we ze wat moeten verplaatsen ook van tijd tot tijd. Omdat we ook dit gedeelte schoon willen maken. Dan plaatsen we ze hier. De kop is eraf. Wij raden aan om een kop altijd even eraf te laten persen. Omdat toch een redelijk aantal DS-koppen inwendig defect blijken te zijn. Om dat te laten doen, is het handig om het uitlaat, inlaat, spruitstuk en de waterpomp eraf te halen. Maar laat de tapendjes zoveel mogelijk zitten. Anders moeten ze bij het revisie- of afpersbedrijf moeten ze daar allemaal boutjes in gaan draaien. En dat is extra werk voor ze. Zoals je nog waarschijnlijk kan herinneren van het demonteren, hebben we vier afgebroken tapenden hier zitten. Van het uitlaatspruitstuk. En wat we nu gaan doen is een M8 moer die er overheen valt, oplassen. Daardoor wordt die om te beginnen heel erg heet. En als tweede hebben we dan een houvast om ze eruit te gaan draaien. Zoals je ziet hebben we nu twee moeren hier opgelast. En ik ga nu proberen deze los te draaien. Eens kijken of dat lukt. Nou, dat lukt. Dus we hebben deze eerste gered. We hoeven dus niet te boren en te tappen. Dank voor het kijken naar deel 1 over het vervangen van een koppakking.